VNK staat voor Verenigde Nederlandse Kruidendrogerijen. We zijn een bedrijf wat al 70 jaar kruiden droogt. In de zomer drogen wij groene bladkruiden. Ik denk daar vooral aan peterselie. Die zijn bestemd voor de foodmarkt. En in de winter drogen wij wortelkruiden die vooral een farmaceutische toepassing hebben. Dus of rustgevend of bevorderend voor je weerstand. Wij werken met telers ter grootte van ongeveer 250 hectare bladkruiden en 250 hectare wortelkruiden. En daarin maken wij product ter grootte van ongeveer 800 ton peterselie en 700 ton wortelkruiden. In 2016 hebben wij de banddroger verlengd. Daarmee hebben we 50% meer capaciteit gecreëerd. En die capaciteit is ook direct ingevuld, omdat wij zagen dat aan onze afnemerskant er veel concentratie was. Multinationals die stellen hele andere eisen dan kleinere afnemers. Dus er werden hoge eisen gesteld om vanaf het zaadje tot aan de deur van onze klant het proces te beheersen. Dat kan eigenlijk alleen maar met één integraal systeem. En wij hadden voorheen een administratief pakket, los daarvan een WMS-pakket en nog behoorlijk wat administratie in Excel-achtige formules. Exact heeft een eigen WMS-module, waardoor er een volledige integratie is tussen datgene wat je in het warehouse management systeem, zowel in het magazijn als de productie, administreert met het boekhoudkundige administratieve pakket. Dus het is een volledige samenwerking tussen eigenlijk je logistieke administratie en je financiële administratie. Dat geeft enorme voordelen in efficiëntie, maar ook in transparantie. Voorheen, als iemand vakantie had, dan was het al lastig om hem te vervangen, want je werkt met meerdere pakketten tegelijk. Met Exact hebben we zowel een gebruiksvriendelijk als een integraal pakket, waardoor je eigenlijk heel eenvoudig iemand wegwijs kan maken in jouw taken en daarmee het vervangen van jou tijdens afwezigheid. En we hebben net de zomervakantie achter de rug. En ja, er zijn een paar key users die de hele dag in het administratieve pakket zitten. Ja, daarvan zag je nu dat ze binnen een paar uur liepen ze met een smile rond. Van ja, er ligt geen werk wat is blijven liggen en het is ook nog op de juiste manier gedaan. Voorafgaand aan de keuze om überhaupt met Exact of ABVZ te gaan, heb ik met ABVZ uiteraard, die kwam met vragen waarvan ik dacht van nou, die is thuis in de materie. De problemen die ik benoemde met de huidige manier van werken, daar kwam die ook met goede oplossingen en dacht meteen mee in hoe dat procesmatig geïmplementeerd kon worden. We hebben een implementatie gehad op 1 april en ik heb eerder implementaties meegemaakt bij vorige werkgevers. Dan was het de hele nacht doorhalen om uiteindelijk orders alsnog op handgeschreven vrachtbrieven de deur uit te doen. We hadden hier de eerste order meteen keurig helemaal via het systeem gelopen. Dus dat is wel bewijs dat het goed werk is geleverd.